De Bijbel van de 16e-eeuwse oud-burgemeester Cornelis van Beveren is terecht. Hij is in het bezit van een nazaat van de familie Stoop, die familiebanden heeft met de Van Beverens. Die Bijbel is eigenlijk van vader op zoon via wat omwegen steeds doorgegeven als document van ja jongens, waar sta je voor en wat doe je met je leven? En de meningsuiting of de vrijheid van meningsuiting was ongelooflijk belangrijk bij deze familie en dat is eigenlijk tot op de dag van vandaag doorgegeven. Ja. Het documentatie- en kenniscentrum Augustijnenhof was op zoek naar de Bijbel. Nou ja, kijk, er zijn meer oude Bijbels. In dat opzicht is de Bijbel niet heel bijzonder. Maar het is natuurlijk een prachtig verhaal. Want in de 16e eeuw mocht je helemaal geen Bijbel hebben. Calvinisten werden vervolgd. Van Beveren verborg het boek achter een deurtje in de schoorsteen. Ton van Dalen woont nu in het huis en ontdekte de deur tijdens een verbouwing. Bij nader inzien bleek het ook helemaal betimmerd te zijn met lood. Dus het was echt wel een deurtje wat speciaal voor in de schoorsteen was samengesteld. Om te voorkomen dat het hout vlam vatte met de binnenkant van het deurtje en ook de binnenkant van het kozijn met lood bekleed. De Bijbel lag er niet meer. Toen het kenniscentrum oude papieren in handen kreeg, werden ze daar nieuwsgierig. Wat nieuw voor ons was, was de informatie dat die Bijbel tot 1905 in de familie is gebleven. Wij wilden natuurlijk weten wat er daarna met de Bijbel gebeurd is. Zou die nog in de familie staan? Zou de Bijbel überhaupt nog bestaan? Want ja, wie weet is die ergens bij een kringloop of bij een antiquaire terechtgekomen. Dus daar zijn wij naar op zoek gegaan, naar de Bijbel. Het plan is om het deurtje en de Bijbel tentoon te stellen. Het blijft in principe in de familie. Het is, het is een document wat hoe waardevol het is, dat is niet een geld uit te drukken. En kijk, als het ergens in het museum komen te liggen, is het ook mooi. Dat meer mensen er gebruik van kunnen zien. Ja. Het uitgebreide verhaal over de Bijbel ziet u donderdag in Eilandleven.